Er zal geen verschil meer zijn tussen MULO en LBO in het vernieuwingstraject van het ministerie van Onderwijs. Vanaf het komend schooljaar 2021-2022 is het curriculum van de leerjaren 9 en 10 hetzelfde. Dit zegt Daniela Rosario, onderdirecteur van de ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs. Zij benadrukt dat er plek is voor alle leerlingen die in leerjaar 9 zullen zitten. Leerjaar 9 is niet op de basisschool. Dus geen enkele basisschool start met leerjaar 9. Leerjaar 9 wordt gehouden op een MULO-school of op een LBO-school. We hebben gekozen om eigenlijk qua gebouw toch gebruik te maken van de MULO- en de LBO-scholen. Daarvoor is er gebruik. Dus niemand kan dus zeggen, mijn kind blijft op een LBO, op een basisschool. Is de informatie ook een beetje verkeerd naar buiten gekomen? Van wat ik heb kunnen begrijpen. Ja, maar eigenlijk heeft het ministerie vaker aangegeven, de minister heeft vaker aangegeven dat de kinderen doorstromen naar leerjaar 9 en dat de kinderen eigenlijk weggaan van die basisschool. En ook het uniform gaat dan veranderen. De kinderen trekken geen groen meer aan, maar gaan gewoon hun blauw hemd aantrekken. Zoals dat voorheen gebeurde op die LBO en die MULO-school. De inschrijving voor leerjaar 9 is even stopgezet, omdat ouders op scholen gingen overnachten om hun kinderen in te schrijven. Rosario zegt dat dat niet nodig was. Zij geeft aan wanneer de inschrijvingen weer zullen beginnen. Maar de hervatting is dus voor aanstaande donderdag en aanstaande vrijdag. Er komt ook een bekendmaking daarover, maar ik wil het dan gelijk meegeven. Dus vanaf morgen, kinderen die nog niet ingeschreven staan, omdat ze nog geen plek hebben gevonden of nog niet op tijd waren met alle stukken. Vanaf morgen is dus de registratie van, of inschrijving / registratie van kinderen die nog geen plek hebben. En dan mogen ze zich aanmelden bij de dichtstbijzijnde MULO of LBO school om zich in te schrijven. En hebben we voor de donderdag gepland, vanwege COVID moeten we rekening houden dat we niet te veel mensen op de been krijgen. Dus de letters A tot en met M worden donderdag opgeroepen. En dan de kinderen met een familienaam met letter N tot en met Z zijn dat voor de vrijdag. En dan zou ik willen zeggen aan alle kinderen en alle collega's, geniet van de vakantie, wees voorzichtig. En dan hopen we op een goede start op 11 en op 18 oktober. De registratie op deze twee dagen is mogelijk tussen 8 uur en 12 uur. In de eerste week van oktober kunnen de plaatsingsbriefjes op een nader te bepalen locatie worden opgehaald. Het volledige interview kunt u terugzien op onze Facebookpagina.